Heb jij wel eens moeite een verspreking met een naam dat je er niet helemaal uitkomt? En met jouw naam? Ja. Ja. Dat zeggen heel veel mensen verkeerd. Echt waar, ja? Hoe noem jij? Nou ja, ik vind dus, dat gaat in mijn hoofd al meteen als ik jou moet roepen of zingen. En dat moet jou heel vaak roepen. Helene of Helene? Helene, en dus dan zeg ik altijd hey. Ja, en meestal luister ik wel naar wat je ook zegt. Nee, zeggen Helene, Helen, Helene, ja, maar het is Helene. Er ook twee streepjes op, dat is wel ingewikkeld. Ja, ouders hebben er wel een feestje van gemaakt. Ja, dat vinden ze leuk. Roxanne. Roxanne vind ik ook ingewikkeld. Ja. Ja. Want over versprekingen gesproken, jou viel nog iets op vorige week, Jeroen, over Henk Krol. Bij Henk Krol, ja, kijk, Henk Krol. Ja. Dat kan niet zoveel aan misgaan. Ja. Nee, maar goed, ik zag Henk Krol vorige week hier. En toen is hij geloof ik aan zijn vierde politieke partij begonnen. En toen zei hij, dan kom ik volgende week terug. Toen dacht ik, oei, dat zal lastig worden. Want Henk Krol is altijd boos op mij. Het enige voordeel is dat Henk Krol het daarna ook weer vergeet dat hij boos is. hij was de eerste keer heel boos omdat hij AOW en WAO de hele tijd door elkaar haalde. Is ook lastig. En daar had ik wat opmerkingen over gemaakt. Ja. Ook ik vind als je bij 50PLUS zit, is daar nogal verschil tussen AOW en WAO. Toen had hij de tweede keer, zei hij, ik kom nooit meer bij jou. En toen een paar weken later was hij dat vergeten dat hij dat gezegd had. En toen kwam hij weer. En toen was hij weer boos geworden, omdat toen ging het over, ja, waar het mij om gaat zijn de pensioenen. De pensioenen, daar gaat het mij om. Dus toen zei ik, maar was het niet zo dat toen u werkgever was bij de Gaykrant, dat u vergat om de werkgeverspremie voor uw eigen personeel te betalen, wat pensioenen betreft? Nou, was hij ook weer boos, want dat was niet zo. Was uiteraard wel zo. En nu hoorde ik hem vorige week, en ik moest er erg om lachen omdat Sam Hagens zei, nul zetels, hoorde ik hem zeggen voor welke partij hij nu de Tweede Kamer in wil. Nu wij gaan knokken voor de ouderen, weet ik zeker, die partij gaat heel snel groeien. Belang voor Nederland, BVNL. Ja, alleen zo heet die partij niet. Nee. Ja, dat vind ik wel grappig. En ik durfde hem niet te corrigeren. Ik zit dan thuis en dan denk ik, goeiedag, zeg, dan kan je één fout maken. En dat is dan dat je de partij verkeerd doet. Ja. Maar goed, het is verder ook, weet je, het is ook verder een aardige man. En waarom zou je heel hard slaan op iemand die vermoedelijk nul zetels haalt? Ah, arme Henk. En er meteen hommeles, hè, daar in die partij. Weet je het ook alweer? Belang? Van Nederland. Ja. Maar er is natuurlijk maar één koning in Nederland, hè, wat betreft de verspreken. Flutterus, toch? Heet het? Flutterus. Hoe heet die gozer? Flederis. Oh, Flederis. Of Flutterus, maak je eet uit. Dan zie je hem zo weglopen, hè, van Mbappe. Ja. Dan zie je hem zo weg. Ja, ik ga niet lopen zeiken, hier. Maar ja, Reding heeft dit eerste seizoen heel goed gedaan. Wie? En Reding. Reding? Of Reding, hoe je dat... Merk je... Reading. Nee, ik denk, ik zeg het wel. Reading. Jan Boskamp. Ik mis hem wel een beetje. Ja, ik moet gauw maar terugkomen bij Vandaag Insight.